Hoi allemaal en welkom bij weer een nieuwe video. Ik zit weer in Niels' kamer, want dat vind ik altijd het fijnst met make-up tutorials. Tenminste, om bepaalde tijdstippen. Het is nu 's ochtends vroeg. Ik heb wel een beetje zon, maar ik geloof dat hij net niet in mijn face schijnt. Ik wilde vandaag weer een eerste indruk video opnemen. En ik denk dat ik wel gewoon een beetje bij ga kletsen. Voor wie mijn shoplog heeft gezien van Sephora, die heeft dit paletje voorbij zien komen. Dit is het Sephora Vintage Effect Filter en die was in de sale en ik vond hem er heel leuk uitzien. En ik wil hem vandaag voor het eerst gaan proberen. Dus ik heb mijn hele make-up al gedaan, behalve mijn ogen. Dus dat gaan we vandaag lekker doen. Ik ben echt helemaal bezweet. Want gewoon rustig ochtend gedoucht en wel. En op een gegeven moment komt Niels naar me toe, mama poep. Hij had zijn hele hand onder de poep en het zat echt, zijn hele benen zaten onder. En toen bleek het echt door het halve huis, echt zelfs tot op de Swiffer aan toe. Want daar had hij blijkbaar opgezeten. Overal poep. Dus ik ben echt helemaal, bloedheet. Hij ging vandaag namelijk een extra dagje naar de opvang, omdat ik nog dagen over had van de vakantie. Toen dacht ik, dan ga ik gewoon lekker een dagje voor mezelf doen. Ja, waarom ook niet? Maar goed, ja, dat begon dus een beetje oververhit. Maar dit palet dus, het Vintage Filter palet. En dit is hem. Hij heeft, even kijken. Nou, zeg maar twee highlighters. En dan heeft hij drie matten. En dan vijf, nou ja, niet echt shimmer, maar een soort set and finish kleuren. En ik vond het wel leuk. Het zijn wel, zeg maar, redelijk nieuwe kleuren, maar wel weer iets andere tinten dan dat ik normaal heb. Dit is Memory Lane, Cashmere Coat, Throwback en Hashtag It's Vintage. En dan zijn dit Distressed en Cookie Crunch. En dan Secret Boudoir, Coffee Break, Rustic IC en Antique. Dus die ga ik gebruiken. Ik begin met deze kleur. Dit is dat de Secret Boudoir. Het is een beetje een lichtroze kleur. En hier achterop, zal ik ook nog even laten zien, er staat dus... er staan een aantal hartjes bij, een aantal oogschaduwkleuren en er staat bij dat zijn de bestselling colorful shades. Dus er zitten een aantal bestselling shades in, dat vond ik dan wel weer grappig. Ik begin met die Secret Boudoir en die gebruik ik onder mijn wenkbrauw. Ik zit nu te bedenken dat ik geen oogschaduwbasis op heb. Dat is wel heel handig, want het is heel warm vandaag. Nee, heel warm. Ik heb het heel warm. Het is ook wel warmer, de zon schijnt. Ik heb ze wel geswatcht in de winkel. Maar het is natuurlijk toch altijd anders op je gezicht. Nou heb ik op zich prima ervaringen met Sephora oogschaduw. Ik moet zeggen, deze vind ik nog niet heel spectaculair. Hij is prima, maar echt niet heel noemenswaardig. Je ziet hem, je moet er best wel wat van aanbrengen. Hij is verder niet... te poederig of zo, maar het is gewoon niet een hele bijzondere oogschaduw. In de categorie eerste indruk. Dan ga ik Coffee Break gebruiken. En dat is een beetje een soort oud roze kleur. En die ga ik in mijn arcadeboog gebruiken. En ik begin subtiel en dan ga ik hem straks nog wat extra aanzetten. Maar ik ga gewoon wel een look voor overdag maken. Mijn plan is namelijk om vandaag naar de Primark te gaan. Daar had ik ineens zoveel zin in. Daar ben ik echt al, ik weet niet hoe lang geleden geweest. Het is zeker meer dan een half jaar geleden. En ik heb bijvoorbeeld altijd mijn basishemdjes van de Primark. Ik heb mijn sokken altijd van de Primark. En ik vind de Primark gewoon leuk om af en toe even te gaan shoppen. Ik heb nu ook een broek aan van de Primark waar ik echt in woon. Terwijl ik voorheen echt nooit de broeken van de Primark droeg. Maar deze vind ik echt heel fijn. Het is een beetje een grijze, distressed jeans. Deze kleur vind ik wel heel mooi. Het pigment is echt niet fantastisch. Dit paletje was trouwens 70% korting. Hij was nu 7 euro nog wat. Maar kijk, dit is gewoon wel een hele mooie... Ik zal ook iets dichterbij komen. Hè. Dit is gewoon wel een hele mooie... ja. Oud roze. Een beetje roest zit er wel doorheen. Kleur. Ja, dit vind ik top. Dan ga ik, keuzes. Nou twijfel ik tussen Memory Lane en It's Vintage. Nou, laten we voor It's Vintage gaan. Hashtag It's Vintage.
Dat is deze kleur. Er waren nog meer paletten in de sale die ik ook allemaal wel heel mooi vond. Alleen wat ik altijd wil in een palet is in ieder geval een goede highlighter kleur. En voldoende matte kleuren voor in mijn crease. En dat vond ik bij de ene vond ik dan dat er niet voldoende highlighter kleur bij was. En bij de andere vond ik dat er niet voldoende crease kleur bij zat. En deze had eigenlijk wel een goede mix. En ook kleurtjes die ik nog niet echt heb. Want ja, ik heb natuurlijk al heel veel. Maar ja, het is ook gewoon mijn liefde. Het is niet dat ik nou per se altijd allemaal unieke kleuren wil. Ik wil gewoon fijne paletjes die ik leuk vind om te gebruiken. Maar het is wel leuk als ik niet een letterlijke kopie heb de hele tijd. Ik heb dus helemaal bedacht, ik ga naar Zaandam met de trein. Want dat is gewoon, vind ik altijd een fijne Primark. En die zit gewoon makkelijk bij het station. En het is gewoon één verbinding vanaf Utrecht. Dus ik vind dat altijd wel een fijne. En dan neem ik lekker een boek mee en wat drinken. Nou, ik heb het helemaal bedacht. Tijd van mijn leven raken hebben. Alleen al gewoon in alle rust een boekje kunnen lezen. Zonder dat je elke keer op hoeft te kijken of het allemaal nog goed gaat. Het huis nog heel is en het kind nog heel. Ja, nee, love Niels hoor. Daar gaat het niet om. Maar het is gewoon wel af en toe heel lekker om even een momentje voor jezelf te hebben. En dat je niet helemaal aan hoeft te staan. Dat je gewoon... Ja, dat vind ik fijn. Dit vind ik ook een mooie kleur. Voordat we het hele eerste concept vergeten. Het is een... Ik had hem iets grauwer verwacht. Maar hij is nog best wel fris. Ik vind ook dat hij mijn ogen wel doet spreken. Maar hij is niet te heftig. En dan ga ik weer Coffee Break gebruiken. Maar dan dus de matte kleur. En dan onder mijn oog een beetje. Zodat we aansluiting hebben. En omdat de naam zo mooi is. Wil ik ook graag nog even Cashmere Coat gaan gebruiken. Ik vind het een hele mooie kleur. Een beetje grijs taupeachtig. En die ga ik op mijn wimperrand gebruiken boven. Nou, deze is een beetje modderiger dan ik hem had verwacht. Ik ga hem ook wel even aan de andere kant gebruiken. Maar wel heel mooi als basis voor Smoky Eye. Maar in deze look niet. Dus ik ga er even wat overheen doen. En dan ga ik voor een mix van Coffee Break en Rust IC. Of hoe het dan ook heet. Ben trouwens heel benieuwd. Omdat het leek me leuk om er ook gewoon een beetje bij te kletsen. Hè? Want dat doen we niet meer zo vaak. Behalve natuurlijk in mijn vlogs klets ik te veel. Wat voor serie jullie op... Of jullie Netflix kijken en zo ja, wat voor serie. Want ik ben bijna klaar met Pretty Little Liars. Wat ik echt... Ken je dat? Dat je een serie kijkt en dat je gewoon eigenlijk niet meer verder wil kijken. Omdat je niet wil dat die afgelopen is. Nou, dat punt heb ik nu bereikt bij Pretty Little Liars. Ik las laatst dat... een artikel over dat Pretty Little Liars fans de meest geduldige fans zijn. Omdat het duurt natuurlijk al een eeuwigheid voordat we weten wie E is. Of E.D. Of E, ja, kan allebei. Ja, dat vond ik wel een grappige. Ik dacht, ja, dat klopt ook. Maar het maakt mij niet uit. Ik vind het gewoon heerlijk om te kijken. Maar goed, die heb ik dus bijna afgekeken. Ik ga trouwens, dit is hem geworden. Ik denk dat we er nu niet meer aan moeten doen. Ik ga nu mijn wimpers krullen. Hele goede eerste indruk ook dit. Die heb ik dus bijna af. Dus ik wil wat nieuws gaan kijken. Dus ik ben heel benieuwd of jullie tips hebben. Pretty Little Liars vond ik dus heel leuk. Of vind ik heel leuk. Ik was echt gek op Heart of Dixie. Dat vond ik echt fantastisch. Ik hou van een beetje cheesy series. Maar ik heb ook Girl Boss gekeken. En natuurlijk 13 Reasons Why. Ik kan geen Engels vandaag. 13 Reasons Why. En die vond ik ook heel leuk. Nou, leuk, heftig wel. Maar wel een goede serie. Ik kijk nu samen met Sven Fargo. Maar ja, ik wil weer een nieuwe serie die ik gewoon lekker in mijn eentje kan kijken. Oh, en ik kijk ook, maar dan moet ik zeggen dat ik daar nog niet helemaal bij ben. Orange is the New Black. Maar daar was ik op een gegeven moment wel een beetje klaar mee. Dus, maar goed, die zal ik wel weer binnenkort wel eerst gaan kijken. Maar dus heb jij leuke tips? Welke series vind jij nu leuk? Een beetje in dat vrouwengenre. Ben heel benieuwd.
Verder zijn we net terug van vakantie. Daarom was ik ook bij de Sephora. We waren in Frankrijk. Nou, dat kan je ook allemaal zien in de vlogs. Maar voor wie mijn vlogs niet volgt, ik was daar met mijn ouders. En een vriend van mijn ouders. En in de loop van de week ging die vriend van mijn ouders weer weg. En kwamen mijn oom en mijn broertje en zijn vriendinnetje langs. En het was echt heel gezellig. Het was, gewoon, het was ook heel leuk om Niels weer echt even fulltime mee te maken. Want ja, normaal werk ik gewoon 4 dagen in de week. En Sven 5. Maar je ziet gewoon dat hij dan zulke sprongen maakt in zijn ontwikkeling. En weet je, ik ben echt overtuigd van dat een kinderdagverblijf super goed is voor een kind. Maar het is ook goed om af en toe even zo'n vakantie te hebben. Dat je gewoon echt even lekker je volledige aandacht bij hem hebt. En ja, vond ik echt heel leuk om hem zo te zien. Gewoon weer even lekker helemaal mee te maken. En ook dat je verder zelf niks hoeft. Ik bedoel, je hoeft niet geen wassen te draaien, huis schoon te maken. Je kan gewoon lekker alleen maar genieten van met hem zijn. En het was ook heel leuk dat mijn ouders mee waren. Het was natuurlijk sowieso heel gezellig. Maar ook dat Sven en ik gewoon af en toe even lekker samen een strandwandeling konden maken. Of zo. Dus het was echt, echt heel ideaal. Het was ook een heel fijn huisje. In een plaatsje aan de kust in Normandië. Dus we konden ook echt gewoon lekker naar de zee lopen. En ja, het was echt heel, heel chill. En het weer was, we hadden echt, het was echt 7 dagen regen voorspeld. En het was gewoon alleen maar lekker. Dus dat was echt heel fijn. Goed, dat was mijn mascara ook. Ja, het was echt heel leuk. Dus kijk vooral ook de vlogs. Ja, dat vond ik altijd lastig omdat ik niet iedereen in beeld wil brengen en zo. En ik moet zeggen, op vakantie vergeet het ook wel een beetje. Moet ik heerlijk bekennen. Maar het zijn toch volgens mij, nou ja, ik moet ze nog bewerken. Maar volgens mij zitten er genoeg leuke beelden bij. Ja, het was echt wel een fijne vakantie. Maar goed, dit is de look geworden. Gewoon een hele simpele, beetje romantische look. Nou, mijn eerste indruk is dat ik gematigd enthousiast ben over dit palet. Het is een prima palet, maar er zijn echt voor dat bedrag, zeker voor de normale prijs, maar voor dat bedrag gewoon betere palets te vinden. Ik vind de kleuren wel heel mooi, dus de kwaliteit is misschien niet top, maar je kunt wel een hele mooie look meemaken. En ik vind het wel originele kleuren, dus in die zin ben ik er wel blij mee. Maar zou ik het echt aanraden? Nee. Maar ja, ik ben er toch blij mee. Ik ga hem zeker niet in de prullenbak gooien. Ik hoop dat jullie deze eerste indruk video met een beetje geklets leuk vonden. Vond je dat? Laat het vooral even weten hieronder in de comments. Of abonneer je op mijn kanaal. Dat zou ik helemaal fantastisch vinden. En ik zie jullie graag heel snel weer. Aanstaande zondag bij een nieuwe vlog. En anders volgende week waarschijnlijk weer met een extra video op de woensdag. Doeg!